Als je gaat schilderen, kun je jezelf afvragen: wat is eigenlijk mooi en hoe zorg ik dat ik zo goed word dat ik daar kom, dat ik dat kan? Daar ga ik het in deze video over hebben. Hoi, ik ben Robin Roosendaal en op dit kanaal praat ik over alles wat mij interesseert. En dat is tekenen en schilderen, maar ook het fantasy genre, schrijven. Ja, vind jij dat soort dingen ook interessant, word dan vooral even lid van dit kanaal. In deze video wil ik het hebben over wat is eigenlijk mooi in schilderen en tekenen, maar eigenlijk zit dat ook wel een beetje in schrijven. En als je dan weet wat mooi is of wat kwaliteit is, hoe kom je dan zelf zover dat je dat bereikt? Want ik merk dat er vaak onder kunstenaars of onder schrijvers, dat er toch wel wordt gesproken over een soort van standaard van wat mooi is of wat goed is of wat kwaliteit is. En eigenlijk is dat best wel lastig om te bepalen eigenlijk. Het is net zo moeilijk als de vraag: wat is kunst? Ja, kunst is ook alles wat mensen kunst vinden of zo. Dus ik denk eigenlijk dat het, om te bepalen wat is mooi en wat is het doel wat ik eigenlijk wil bereiken met mijn tekenen en schilderen, dan moet je gaan kijken naar: wat vind ik eigenlijk mooi? En waar wil ik eigenlijk naartoe? Wat ik een interessant voorbeeld vind, is dat ik in de kunstenaarswereld bijvoorbeeld heel vaak hoor dat mensen iets zeggen als: dat is wel een beetje een illustratie, bijvoorbeeld. Wat ik ook vaak gehoord heb, is dat als je bijvoorbeeld een mensfiguur in een landschap gaat schilderen, dat het dan misschien meer een illustratie wordt. En dat is interessant, want is dan een illustratie minder waardig dan een schilderij? Is een illustratie geen kunst? Ik weet daar het antwoord eigenlijk niet op, maar het maakt wel dat ik denk: het is gewoon belangrijk dat je jezelf afvraagt: wat wil ik eigenlijk maken? En maakt het me uit of dat kunst heet, of dat het een illustratie heet, of dat het whatever voor naam heeft? Kijk, als je weet zelf wat je wil gaan maken, dan kun je je daarop richten. Ikzelf, ik vind het woord kunst wel mooi, maar ik hou ook heel erg van mooie illustraties. Dus wat maakt het me uit als ik een mensfiguur in mijn schilderij teken en iemand zegt: dan wordt dat een illustratie? Ja, dat maakt me niet uit eigenlijk. Ik ben ook een boek aan het schrijven en die wil ik zelf illustreren. Dus eigenlijk, als iemand mijn werk illustraties noemt, misschien is dat helemaal prima. Maar het gaat er gewoon om dat je dus zelf bepaalt wat je daar belangrijk in vindt. Daarnaast moet je dan nog bepalen, als je weet hoe je het zou willen noemen. Alhoewel ik denk dat de naamgeving eigenlijk sowieso onbelangrijk is. Is het nog belangrijk dat je bepaalt, wat voor stijl wil je nastreven of wat voor kwaliteit wil je halen? Ik merk bijvoorbeeld dat er in de kunstwereld of onder de mensen die tekenen en schilderen, dat een heel hoog streven voor mensen is altijd om het zo realistisch mogelijk te krijgen. Ik zie dat ook bijvoorbeeld op Facebook forums waar mensen werk delen en elkaar feedback vragen. Als iets heel realistisch is geschilderd, dan krijgen die vaak heel veel likes en mensen die zeggen: oh, mooi. Terwijl ik altijd denk, maar realisme is niet per se iets wat ik zoek in schilderijen. Ja, wel een zeker realisme, want je wil wel. Kijk, ik hou niet heel erg van abstracte kunst, omdat ik het, ik hou van kunst waar je iets in kan zien, wat een plaatje is, waar je in mee kunt gaan, wat je leidt naar een fantasywereld bijvoorbeeld. Dus dat realisme zoek ik wel in een schilderij, maar voor de rest hoeft het niet fotorealistisch te zijn, als in dat je goed moet kijken om te zien of het een foto of een schilderij is. Eigenlijk vind ik het veel leuker als een schilderij een beetje als een schilderij aanvoelt. Dat het schilderachtig is, dat je schilderstreepjes nog in ziet. Ik hou ook wel van het impressionisme en het expressionisme, waar je gewoon inderdaad de schilder gewoon keuzes maakt op wat voor manier die schildert. En dat heel op een bijzondere manier neerzet. Dat vind ik tof. En ik denk dat als je dat voor jezelf weet, of je dus heel realistisch wil zijn of juist niet, maar wat voor stijl dan wel. En als je dat weet, dan kun je ook je daarop richten en dat nastreven en daar proberen beter in te worden. En dat wil niet zeggen dat ik denk dat je vanaf het begin moet weten wat je wil, want dat heb ik ook nooit geweten. Maar ik merk wel dat doordat ik veel naar kunst kijk, of naar illustraties, of naar gewoon allerlei soorten beeldmateriaal, dat ik daardoor wel steeds duidelijker weet wat ik zelf wil van het schilderen. En dat helpt me wel in de keuzes die ik maak, in dingen die ik ga schilderen en waar ik mee ga oefenen. Dus mijn punt eigenlijk met deze video is dat, ik denk dat veel mensen, als ze beginnen met schilderen, dat ze vooral dat uberrealisme nastreven of dat fotorealisme, of dat ze echt kunst willen maken. Maar dat ik denk, maar dat is misschien helemaal niet belangrijk. Het is veel belangrijker dat je voor jezelf bepaalt wat je eigenlijk wil maken en wat je mooi vindt. En dat je daarin zoekt wat jouw vorm daarin is en wat jij daarin kunt bereiken. En dat, voor mij werkt dat in elk geval heel goed.
Dus ik ben heel benieuwd hoe jij dat ziet, hoe je daarin bezig bent en of je zelf al daar een stijl in hebt gevonden. Laat je comment vooral achter onder de video en dan zie ik je volgende week weer.